Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van vrijdag 17 augustus 2018. Een koufront is afgelopen nacht over ons land getrokken. En dit koufront trekt dan geleidelijk steeds verder Duitsland in. En daardoor klaart het bij ons wat verder op. In het oosten van het land nog lange tijd wolkenvelden. Elders komen stapelwolken voor en is het grotendeels droog. Een volgende zwakke storing ligt voor ons alweer klaar boven de Britse eilanden. Een warmtefront en die kruipt dan langzaam onze kant op en zal morgen in de loop van de dag ons land bereiken... En net als gisteren zullen we dan ook morgen toch geregeld wolkenvelden zien. Met name in het westen, in het noorden en midden van het land. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lange tijd vrij zonnig. Maar ook daar gaan in de loop van de dag stapelwolken ontstaan. Vanavond eerst brede opklaringen. De temperatuur die daalt naar zo'n 16 of 17 graden. De wind neemt hun kracht af. Zal landinwaarts zwak worden, windkracht 2. En aan zee blijft die nog enige tijd matig, windkracht 3 of 4. Vannacht in het oosten een fris, daar minima rond een graad of 9, lokaal misschien iets kouder. Op de koudste plaatsen en met name ook op de windluwe plaatsen kan nevel of een ondiepe mistbank ontstaan. Aan zee is het een stuk minder koud, daar neemt geleidelijk de bewolking toe, er zit warm zeewater om de hoek en daar dus minima rond een graad of 13. Morgen, zoals ik al zei, de nadering van een zwak front. De bewolking neemt toe vanuit het westen en in het westen, midden en noorden kan het dan toch tamelijk bewolkt zijn, met name in het noordwesten van het land. Lokaal sluit ik ook een spat regen niet uit en aan zee waait het daarbij nog eens vrij krachtig, windkracht 5. In het oosten en zuidoosten start de dag dan vrij zonnig. In de loop van de dag, wanneer de temperatuur oploopt, gaan er stapelwolken ontstaan. Het blijft daar wel droog, maar die stapelwolken die zullen waarschijnlijk een beetje gaan uitsmeren, waardoor het ook daar tamelijk bewolkt wordt. Landinwaarts een matige wind, windkracht 3, bij een graad of 24. Zondag, dan kan er ook lokaal nog eens spat regen vallen. Zullen we waarschijnlijk wel iets vaker de zon gaan zien dan op de zaterdag. En dan wordt het ook wat warmer, 22 tot lokaal 26 graden. Mocht er wat meer bewolking zijn, dan vallen de maxima in de middag uiteraard wat lager uit. Wel beduidend minder wind dan op de zaterdag. Een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 4. Na het weekend dan zien we dat het wat onstabieler wordt, maar de temperatuur die blijft min of meer gelijk. Met ook op dinsdag zomerse waarden landinwaarts. Op maandag en op dinsdagochtend dan valt er lokaal een enkele bui. Maar wat betreft neerslaghoeveelheden stelt het allemaal niet zoveel voor. Wanneer we de temperatuurverwachting voor de komende 14 dagen erbij pakken, dan zien we dat de temperatuur toch veelal rond of ietsjes boven de normale waarde voor, de, voor deze tijd van het jaar zit, dus een graad of 23 in de middag. Volgend weekend. Dan komt koele lucht in de buurt, en dan is het misschien een aantal dagen wat koeler weer. Maar op de hele lange termijn dan lijkt de temperatuur weer terug te gaan, al is de onzekerheid erg groot. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl.